Goedemiddag, welkom terug aan boord van Drifter 22. Drifter 22 Dulce Bella. Ja, het was inderdaad een lange tocht. Maar alleen maar meegeven. Dus dat kunnen zelfs kroppers slaan. Met een ruime winst koers. Maar we liggen inmiddels voor anker op het vermaledijde posthuispad. En hier komt naderbij Koos de Batier. En het is ook altijd weer leuk om het te laten zien hoe je ook op de riem een perfecte aanlegmanoeuvre kan maken. Aanleggen als in ten anker gaan. U ziet de schipper. Draait het schip voorzichtig in de wind. De opstapper weet wat hem te doen staat. Presenteert het Joop Bliekman Bruce Anker. Een Terschellinger kwaliteitsproduct. Wat helaas toch al wat. Ik moet het toch zeggen, Joop. Af en toe gaat ze er vandoor. Dit is namelijk jouw oude zeezot. Maar ze heet nu Batier en het is 3 november en ze ligt toch op het posthuis wat. Via de ankerlijn, nadat het anker gepresenteerd is, de fok is inmiddels beheerst weggerold. Het grootzeil gaat naar beneden. En de totale overgave aan het posthuis wat kan een aanvang nemen. Maar niet voordat we u nog in de verte kont doen van aankomst van Koos ter Zilt. Van het niet zo stabiele platform van Dulce Bella op haar ruime metercabine komt Koos ter Zilt eraan met een uitgebrande fok. Wellicht dat iets te lang duurt om interessant te blijven. Want daar wordt de ankerlijn op Koos de Batier gevierd. Zodat wij wellicht op gelijke hoogte komen te liggen. Daar heeft Dulce Bella zo'n 1,5 voet water nodig om nog te drijven. En ze drijft nog. Maar Batier heeft natuurlijk maar 1 voet nodig. Het zal iets meer zijn met zware bepakking. Misschien hoort u op de achtergrond, behalve het gedempte windgeruis, de vogelkolonie die haar uitdijende fourageergebied aan het innemen is. Ik zal u daarvoor even een kleine blik gunnen op de kroonspolders waar zij zich meestal verzamelen. Ik probeer dit heel rustig te doen. Niet schokkerig of snel, maar een rustige pen. Daar waar de zon overblindend aan het onder is gaan. Nou, dat duurt nog wel 2 uur. Maar als je ziet de kleuren die hier over die kroonspolder zijn. Het is echt zo mooi. Misschien ziet u een bordje, dat betekent verboden toegang. De vogels houden zich daar keurig aan, maar niet voor lang. Want op het moment dat de zaak helemaal te hoog ligt, dan valt ons ook deze kant op. Dan liggen we eigenlijk midden in hun graasgebied. Daarachter de duinen van het Noordzeestrand. En als we nog eventjes verder gaan met deze 360 graden pen, dan komt daar het bomenland weer aan.
beetje te laat. Het was 3 uur voor die anker ging. En het was 1:15 was het al later. Maar we liggen nog op loopafstand en we kunnen altijd vanavond nog eventjes wat verder richting het strandje gaan. Ik hoop dat u meegeniet van achter uw comfortabele pc met de thermostaat op 21 graden. Tegenwoordig 19, oké. Dat u meegeniet van de 22e traditionele Waddenwinterweekend, waarvan inmiddels de helft van de deelnemende schepen is aangekomen op het posthuiswad. En de rest had andere dingen te doen. En die verwachten we morgen. Nog even de aankomst van Zilt. Ook een ingespeelde bemanning. Zilt te zien tot diep in Kroatië. Maar dan met een heel andere bemanning. Zilt draait op. Dit was Drifter 22 Dulcibella. Drifter 22 Dulcibella.